En nu zie je ook gewoon dat ze zeggen, hey, Sjewolde, nee, jullie hebben echt vooruitgang geboekt, het ligt er echt mooi bij. En een beetje dat gevoel, een stukje waardering, zeg je, dat hebben we toch mooi voor elkaar gekregen. Ik ben Gert-Jan Straatsma en ik ben van Stichting Mountainbike Zeewolde. Ik fiets er zelf hier regelmatig op mijn mountainbike door de route. Maar ja, ik had geen idee hoe dat dan onderhouden werd. Totdat ik eigenlijk een keer een paar werkenden in het bos tegenkwam en mee in gesprek kwam. En toen zei ik van nou, ik wil hem ook wel eens een keer inzetten. Wanneer gebeurt dat dan? We hebben eigenlijk de stichting en we hebben een onderhoudscommissie. En wij hebben elke eerste zaterdag van de maand is dan een vast punt dat we dan onderhoud gaan doen in het bos. Nou, ik vind het leuk om te werken, bijvoorbeeld als ik aan het maaien ben. Ja, en als ik dan bijvoorbeeld een parcours zie en dan denk ik, oh, die is toch aardig dichtgegroeid. En ik rijd er met mijn maaier overheen en ik kijk achterom, dan denk ik, oh, wat ligt hier er dan weer gaaf bij. Nou, ik vind Sportservice Flevoland en dan mag ik Tom ook wel als naam noemen. Die heeft echt de groep bijeengehaald en ervaringen delen en ook krachten te bundelen. Nadat we georganiseerd waren, merk je gewoon dat we een gezamenlijk contract hebben met Staatsbosbeheer. Dat we materialen kunnen aanschaffen. Het is altijd toch wel lastig om vrijwilligers echt te krijgen en te blijven dat ze ook weer terugkomen. Dus wij hadden toch wel een beetje vanuit de stichting van daar willen we gewoon goed voor zorgen en willen er ook echt een feestje van maken. Ja, en dan is toch eten en 's ochtends beginnen met koffie, met een koeken en wat water mee als het warm is het bos in. Ja, en dan kijken we ook echt naar die lunch uit. Daar maken we echt een feestje van. En dat is ook wel een beetje ons slogan van als je bij ons komt helpen, dan zorgen we ook echt goed voor je en gaan we ook lekker eten. En dat is een beetje zo ontstaan.